Dus we hebben de wielen dan. Ga je die daar oppakken? Laten we eens kijken naar het plaatje. Wat moet er nog meer gebeuren? Een raam. Zo eentje. Ja, dan gaan we die maken. Wat eindigt op nk en wat eindigt op nk? Ga ze maar eens opschrijven. Pa. Tong. Waar hoort die? Hoort die hier of hoort die daar? Hier zijn ze. Ruis en dit zet ik dan hier. Oké, okay, prima. Kom, doe maar in het lijntje zitten dan. Tong. Tong. Goed zo. Pink. Ping. Zou ik een andere kant? Kastje het doen. Ja. Waar hoort je hier of hier? Wat een ochtendje. Ik heb niet echt de video nog geopend. Ik heb gewoon mijn standaard even alles schoonmaken, kussens lopen in de was doen. Kinderen aangekleed, haar gedaan. Eten gegeven, zelf eten gegeven. Borden naar buiten gedaan, even een rondje buiten gelopen. We hebben dingetjes gespeeld buiten. En toen zijn we aan de spullen begonnen van het huiswerk. Mama, ik moet plassen. En dan ga je plassen. Maar ik voel me vandaag echt gaar. Oh, ik voel echt wel een beetje opkomende migraine. Dus ja, Logan die heeft op Amo nog zijn race lezen doen. En hij moet nog even een 10 minuten een boekje lezen en hij moet nog op zijn Chromebook online cloudwise omgeving. Dus goed. Oh, dat ging niet. Mama heeft nog genoeg in de kast liggen. Maak je geen zorgen over wc-papier. Nee, er is in heel Nederland ook genoeg, hè, voor de komende 10 jaar. Ik heb gewoon nog een heel pak liggen, dus dat komt wel goed. Anyhow, dus die is er bijna. Die heeft zijn rekening heeft hij helemaal af. En hij is zeg maar, nou ja, 2/3 van zijn taal heeft hij af. Dus hij moet alleen nog 20 minuten op cloudwise op de computer zitten. En zijn race lezen, dat is na de 3 minuten. En dan nog 10 minuten boekje lezen. Dus denk dat hij nog 3 kwartier werk heeft. En Burke is klaar, die heeft een tractor gemaakt en een van de hoeveel dieren moet je kleuren, papiertje, werkblaadje. Dus daar heb ik nog een spelletje mee gedaan, nog een prentenboek en nog een blaadje mee gekeken. Dus die vind ik dan wel prima. Ik vind het inmiddels wel even iets nuttigs gaan doen met haar. Maar ik moet even aan de tafel opruimen, dan kunnen we even wat eten en dan... Ik hoop dat de paracetamol een beetje gaat inkikken, want oh, daar heb ik een hoofdpijn. Gewoon moe. Ik ga haar. En dan moet ik vanavond nog gaan werken. Ik moet van 5 tot 10:30 werken. Ik moet zeggen dat ik tot 10:30. Het is een dienst niet heel vaak tijd. Maar ik denk dat het goed komt. Ik denk dat het gewoon een heleboel, in het begin heel veel maaltijden, medicijnen is. Dan een heleboel steunkaars gaat trekken, dan een aantal mensen op bed leggen en dan ben je klaar. Dus het zal op zich wel mee. En die kinderen kunnen, ik ga ze om 4 uur. Ongeveer bij de gastouder brengen. En worden ze om 5:30, 6:15 door Pascal opgehaald. En die gaat ze naar bed leggen. Dus ze moet nog even zorgen dat alles klaar ligt. Dat komt wel goed. Eerst maar eens even wat eten. Mijn god. Nee, dat komt voor alle spanningen en wing, zeg maar. Gewoon al die veranderingen. En dat je niet in je ritme zit. En dat je niet gewoon een ding doet. En dat je toch best nog wel veel binnen zit eigenlijk nu. Dat je dan gewoon... Zo, het is 4:10. Ik heb mijn paracetamol 5:05 ingenomen. Ik ben op, jongens. Ik ben helemaal op. Mijn hoofd doet zeer, mijn buik doet zeer.
don't know. Dus. Eigenlijk zou ik nu willen slapen, maar ik moet mijn kindjes daar brengen naar de gasthouder. Zodat we, zodat ik nog een dienst van 5,5 uur kan doen. Ik denk dat het goed komt. Misschien als ik helemaal de buitenlucht heb gehad en deze paar zijn werk gaan doen. Ik een beetje beweeg. Dat het wel weer gaat. En misschien wat afleiding heb. Dat ik echt zelf mijn hersenen moet gaan gebruiken. Dat ik dan wel eventjes de boel op de achtergrond kan duwen. En ik heb mezelf afgesproken. Ik ben sowieso om 10:30, 10:45 vanavond klaar. Dat ik dan morgen gewoon mag uitslapen. Dus dat ik niet met Pascal uit bed ga. Dat ik gewoon kijk wanneer ik wakker word of wanneer de kinderen mij wakker maken. En dan is het maar zo dat we wat later aan ons programma beginnen. We shall see. Morgenavond namelijk ook werken. Dus ik ga het fijn vinden als ik kan in ieder geval een beetje weer frisse vrijdag tegenaan kan. Nou hoop ik echt gewoon puur allemaal hormonale is. Maar goed. Ik had zelf geen zin meer om echt wat te gaan klaarmaken voor mezelf mee te nemen. Dus ik heb voor die, vanavond voor de verschillende kinderen ik heb broccoli gemaakt. En ik heb wat aardappelschijfjes apart gelegd en het vlees eruit gehaald. En that's it. En ik heb zelf een zakje kippensoep mee, een banaan, wat cherry tomaatjes en sultanenkoekjes. Omdat ik eigenlijk helemaal geen honger heb. Dus ja, we gaan even kijken hoe we vandaag doorkomen. Smiddag. Dat dus. Ja, dat was zo even voor vandaag. Denk ik gewoon niet dat er vanavond nog iets zinnigs uit mij gaat komen naar mijn werk. Goedemorgen, welkom bij dag 4 van zelfisolatie. Hoe zeg je? Zelfquarantaine, social distancing. Hoe je het ook wil noemen. Dag 4 van zo min mogelijk sociale contacten. In ieder geval voor de kinderen. Ik ben natuurlijk gisteravond wel gaan werken en het viel me reuze mee. Ik had chaos verwacht, omdat natuurlijk zorgverleners zich ziek gaan melden, dat er tekorten, er waren al tekorten, dat die alleen maar erger zouden zijn. Maar het viel eigenlijk wel mee en ik denk dat het ook wel kwam, A, omdat ze overal heel duidelijk hebben gezegd activiteiten worden afgemeld, dus je hoeft sowieso al geen cliënten heen en weer te brengen. Ik denk dat ze het soort personeel wat altijd in de restauranten werkte en in de activiteitenbegeleiding daar zo nu hebben ingezet voor die controlemomenten en voor de koffie inschenken voor mensen en dat die nog steeds gewoon op de kamer dan zijn. Dus dat scheelt gewoon heel erg. Want ik had eigenlijk iedere keer maar 3 kwartier dat ik echt cliënten had en dan had ik vaak zoveel al ingelopen dat ik mijn kwartiertje rust kon doen. En er stond overal zeep en desinfectie. Het was gewoon goed geregeld. Ik heb mezelf dus eventjes gegeven om even te slapen, want ik was echt heel moe. Ik was gistermiddag natuurlijk al niet lekker. Ik heb echt wel met migraine gehad en ik zou mijn nek moeten kraken. Dus we gaan het rustig aan doen vandaag. Ik kreeg net een berichtje dat de juf tussen 11:30 en 12:00 weer met Logan gaat bellen van zijn groep. Het was wel heel goed om gewoon lekker buiten de deur even werk te verrichten voor die mensen die dat nodig hebben. En je op die manier ook nog een beetje bij te dragen aan de hele situatie. Het was wel gisteravond iemand die zich ziek heeft gemeld. Die is 5 à 6 maanden zwanger en die heeft aangegeven, ik vind dit gewoon te spannend, ik vind dit te eng. En dat begrijp ik, want het is natuurlijk niet duidelijk hoe het coronavirus ongeboren kindjes beïnvloedt. Of dat überhaupt een issue gaat zijn, we kunnen er niet zo heel veel over zeggen. Dus dat begrijp ik helemaal. Dus ik ga kijken hoeveel ik van die diensten kan overnemen als die kinderen weg zijn. Want ja, na vanavond heb ik eigenlijk niks meer gepland staan wanneer de kinderen bij mij zijn. En nu zijn ze toch 5 dagen bij hun vader. Maar daarna dus 10 dagen geen werk. Even kijken wat ik kan oppakken. Dus ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Wil je even vertellen wat je nu aan het doen bent? Race lezen. En wat moet je doen dan? Kijken bij mama. Zet de timer op zijn telefoon op. En dan moet ik zo snel mogelijk het blad gaan lezen, het woordje. En hoe ver ik dan
daar moet ik de strepel zetten op de eerste keer. Ik was al bij het derde lijntje bij web. Wat zo. Wauw. Ik vind het gaat goed hoor vandaag. Jij gaat nog even je voorleesboekje afkijken. Ja. Het heet eigenlijk Race met Zoom. Race met Zoom. Lo is nu aan het racen met Zoom. Brooke zit in de blauwe kamer. Dan zit ze op de iPad. Van de voorleeshoek heeft nu dat je het gratis kan proberen met de /scholen dicht. Ja. En ik ben niet op ik ben niet op school. Namelijk omdat er heel veel mensen ziek worden. Heeft u deze gegeven dat ik thuis kan op school lekker kan werken? Ja. Ik bedoel thuis. Ja. Niet op school werken. Goed, maar er is dus op de voorleeshoek.nl/scholendicht kan je eigenlijk graag aanmelden. En dan kunnen kinderen voorleesboekjes zien, een soort van filmpjes en wordt het voorgelezen. Brooke zit nu een filmpje kijken van 20 minuten, dus dan kan ik even met hem 1-op-1 iets doen. Wat eigenlijk wel handig is, dat ik niet wordt afgeleid. Dus zo doen we dat een beetje, hè, Polletje? Ja. Ja, je hoeft alleen nog maar te race lezen, nog 2 keer, dan een minuut. En daarna lezen. Dictee. Nog 10 minuten lezen, daarna 20 minuten jotje. Gram, boek, rekenen. Hè? En dan bent u klaar. Jee, het is 2:30. Mag ik wel ondertussen? Waarom is ik al laat vandaag begonnen? Mwah. Let's do this. Oké, okay, gaat hij weer, hè? Mama zet de timer op 1 minuut. 3, 2, 1, start. Goud, web, zet, hoed, mijn, hoofd, pop. Ja. Hoofd. Je moet goed je woorden afmaken, hè? Mag ik een kleintje of een groot? Een kleintje, want je hebt maar 1 boterham op, hè? Als je wil mag je ook een stukje banaan. Wil je banaan? Eigenlijk niet, maar vooruit dan maar weer. Mag niet in de blauwe kamer opeten, hè? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Het is nu dus 3:15. Mama, en je bent klaar met je schoolwerk. Ik heb zo'n brood opgegeven als ik hem wil eten. Ja, ja. Ja, dat vond ik echt niet leuk. Ik ging huilen en toen kreeg ik een nieuwe. Ja, ja. Zo weet je. Die zijn lekker, hè? Ondertussen heb ik ook al de kussensloten allemaal gewassen en uit de droger gehaald om de kussens heen. Dus dat is ook allemaal klaar voor vanavond. Want gisteravond op de school is de kussensloten bij die apps. Nou, dat was een zoektocht bij de kussensloten. Ja, dat is met een droger. Dus dat is nog wat gebeurd. En ik heb eten ervoor vanavond uitgehaald. Het is nu 3:55. Ik heb echt mijn haar erg bovenop gedaan. Het is echt vet en ik voel dat het in mijn voorhoofd gaat. Dus ik wil het even een beetje, ja, ik heb ervoor gekozen om niet make-up op te doen. Want vandaag voel ik me een stuk beter dan gisteren. Maar laten we niet makkelijk maskeren hoe erg ik er vandaag gezien in heb. 1. Hoeveel mag ik er van deze? 1. Dat is ook echt een hele lastige pot om open te maken. Dus doe die maar niet. We moeten weg. Dus kindjes moeten aangekleed. Ik ben even omgekleed. Echt zo geen zin in. Ik zou zo graag niet op de bank blijven zitten. Want ik heb de kant bijna niet gezien. Dus vanavond de laatste avond de kindjes thuis en morgenavond gaan ze naar hun vader toe. En dan kan ik ze ook niet in bed leggen. Dan denk ik, maar ja, aan de andere kant moet wel werken. Dus ik ga ze even bij de gastouder brengen voor 1,5 uur. En dan haalt de Pascal ze daar op. Een klein stukje. Ja, dat is wel een klein stukje. Pak die maar eventjes. En dan morgen nog een dagje met de kindjes thuis. En dan breng ik ze s'avonds naar hun vader toe. En dan heb ik lekker weekend. Dan moet ik gewoon werken, maar goed, hè. Maar in dienst, valt ook wel mee nog. Dus ja, dat was het tot zover. Ik hoop dat jullie steun vinden aan het feit dat je niet de enige moeder bent die denkt. Zo annoying. Maar ja, dat was het dus wel weer voor vandaag. Want ik ga echt niet meer vanavond filmen. Ik denk dat ik pas om 11:15 of zo thuis ben hier. Dus ja.
Hopelijk gaat het morgen nog beter. Het ging vandaag wel goed, maar ik heb het gevoel dat we net over de heuvel zijn van in de routine. En dan gaan ze morgen naar hun vader. Dus ja, we gaan zien hoe het loopt. Stay tuned. Goedemorgen, welkom bij dag 5. Het is vrijdag vandaag. En ik ben blij om weer te delen. Omdat ik vandaag heel erg vrij ben en dus heel erg focus op de kinderen. En ik heb het idee dat we eindelijk een soort van routine hebben. Dus dat het ook echt gewoon gaat lukken vandaag. De tweede gaan ze vanavond naar hun vader toe. En dat vind ik eigenlijk ook wel best wel lekker. Omdat het dan even voor mijn gevoel morgenochtend niet in die routine hoef. Wat ik morgenochtend wel moet werken. Dus dat is wel fijn. Maar ik heb heel de week nog niet echt een momentje gehad voor mezelf. Waarin ik echt even op mijn gemakje kon YouTuben. Of nou ja, noem het maar op. Het moet allemaal snel of tussendoor. Of als kinderen. En dat werkt gewoon niet. Dan doe ik het niet. Dus ja, het is nu 8:30. Ik ben aangekleed. Kindjes hebben ontbeten. Staan ik dan te poetsen. En we gaan naar de bakker toe. Want ik haal altijd op vrijdag brood. Voor de hele week bij de bakker. En ja, ik dacht eigenlijk niet dat het nodig was om Pascal uit te van ga je nou toch wel. Want ik denk niet dat ik genoeg heb voor het weekend. Dus dat gaan we even nu doen. Lekker op tijd. En ik dacht net van ik ga alvast de boodschappen bestellen voor woensdag. Want ik wou ze op woensdag halen. Omdat Logan en Brooke dan nog niet zijn. Die blijven bij hun vader tot 4 uur. Omdat hij ook gewoon vrij is. Dus hij zei van nou dan doe ik die dag heel de dag de les. En dan breng ik ze 's middags bij jou. Maar ik had al een aantal boodschappen voor meer dan 35 euro moet je hebben. Wil je een reserveringsmoment kunnen bevestigen. En eerst volgende moment in heel mijn omgeving. Dus echt, ik heb echt, nou ja, tot het moment dat ik zeg maar 3 kwartier voor me ga rijden ben ik ermee gestopt. Alles is gewoon tot met woensdag vol. Gewoon alles. Dus ik denk dat ik mijn woensdag niks anders rest dan toch vroeg op te gaan staan die dag. Ondanks dat dat niet per se zou hoeven. En gewoon zorgen dat je als een van de eerste in de winkel bent. Fijn. Jee. Ja, ik denk dat het tegen die tijd is echt wel nodig om in ieder geval mijn brood en mijn fruit en mijn groenten weer aan te vullen. Dus ik denk dat we dat wel moeten gaan doen. Ik krijg echt luid vandaag. Echt luid vandaag. Ik ben zo luid. Het licht op je gewoon aan. Mijn vader moest er net een daad in. Wat is de reden waarom jullie zo hard aan het gillen zijn? Oh, niks hoor. Oh. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. Brooke, deze mag jij kiezen, de allerlaatste weg. Jij mag een stick uitkiezen voor een logo waar hij een zin van moet maken. Wijs hem maar tegen, tik hem maar tegenaan. Nou, laten we maar even kijken dan. Zit er een plaatje bij waar jij een mooie zin van zou kunnen laten of maken? Of een stapje erop. Hi, maar ik een mooie poep. Want het is van Logan. Ja, jij moet eentje kiezen waar Logan een zinnetje van moet maken. Ja, als je dat wil. Heb je er eentje gevonden? Deze. De storm. De storm. Dat is nog een storm, hè? Oh ja. Dit is meer een beetje een soort van het bliksem. De storm. Game of the storm. Zullen we schrijven? De bliksem. Hij is klaar. De. Wauw. De. Oh, de laatste moet weer. Oké, de. De bliksem is super. Gevaarlijk? Ja. Gevaarlijk. Ga ik je wel bij helpen bij het woordje gevaarlijk? Kijk, hartje. Wauw, hartjes koeien. Heel mooi. Klaar. Het is ook heel leuk geworden. De bliksem. Klaar, mama. Moet ik ook uit allemaal oplezen voor mama? Wat?
Kan je ze allemaal lezen voor mama? De, elle, twee, drie, helemaal goed van jou. En eigenlijk een gewone muziekles. Ik ga zo kijken wat ik nou eigenlijk kan en wat je nou eigenlijk kan met die drumstel. I know, ik weet dat je niet 20 minuten, maar dat kan je wel. Dat is het allerlaatste wat je moet doen voor vandaag. I love you. You're so cute. Nou, even nog je rekening afmaken. Ja? Oh, het is echt vrijdagmiddag. Het is nu 3 uur. Logan heeft nog 1 taakje die hij moet afmaken. En dan mag hij lekker chillen binnen. Hij moet nog wel eerst zijn kamer ook opruimen. Hij zegt nou van. Maar dan kan hij vanavond lekker naar zijn vader toe. En dan is hij daar voor 5 dagjes. Dan kan hij lekker chillen binnen morgen. Dan hoeft hij van het weekend in ieder geval geen uitspraak meer te maken. Dan is hij helemaal bij. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen dan. Dat is helemaal fijn. Ik ben bezig met in ieder geval de blauwe kamer, de woonkamer officieel. Even schoonmaken en eventjes op orde maken. En zodra hij weg is hier, dat hij lekker boven gaat spelen, kan ik het hier gaan stofzuigen en gaan doen. En dan ben ik eigenlijk gewoon lekker bij. Dus al met al gaan we wel lekker vandaag. We gaan goed. Gisteren deed ik bij het streken. Toen was hij de hele tijd het liedje van het sneeuw aan het zingen. In het ijs op de kamer. Zoiets. Innig. Maar goed, als hij zijn werk maar gedaan heeft, toch? Rutte is boven mijn bed Pieter Konijn te kijken. Want die had echt zoiets van, ik voel vandaag nog niks. In ieder geval, de werk is al af. Dus... Het is vrijdag, het is bijna weekend, de eerste week, dat was heftig. En ik had ergens een post van iemand die zei van mij hoe ze, nou niet eens geen schoolwerk te doen, maar dat ze er niet achter de broek aan wouden gaan zitten of wat dan ook. Want ze zei van dit is het juiste moment om gewoon samen te zijn en gewoon ze lekker te laten doen wat ze zelf willen. Dat ze kunnen zeggen van weet je nog, die 3 weken coronavirus dat we thuis moesten zitten. Hoe gaaf was dat? Dat je ze een beetje ook laat doen wat ze zelf leuk vinden. Nog 18. Dat weet ik, want ik heb nog maar 2 minuten gefilmd. En ergens ben ik het er niet helemaal mee eens, want ik wil wel eens in de ritme zitten en gewoon bij blijven bij school. Aan de andere kant begrijp ik ook wel, die 3 weken gaan niet de impact geven op hun schoolcarrière. Het is niet ineens dat ze er allemaal blijven zitten of dat ze van heel hun schoolcarrière niks kunnen maken. Maar ik vind wel een beetje dit meer belangrijk en dat ze niet een beetje pijn blijven bij de stof. Dat hij ook doorgeeft dat het leren belangrijk is. Maar daarnaast mag hij dat wat doen, wat hij wil. Maar het gaat vandaag heel veel. De meeste had bovenop zijn curriculum die we hebben meegekregen. Had hij nog muziekles en had hij nog kutseles. En toen opende ik de mail en zag dat de directrice ook nog een opdracht had doorgestuurd van de leerlingen. Dat ze van school tv een kwartier moesten kijken en daar moesten ze een tekening van maken. Dat heeft hij ook nog gedaan. Daar moet je vandaag wat later. Maar hij is er bijna. Dus ik ook. Ik doe het.